Dit is Ann. Ann vecht momenteel tegen eierstokkanker en heeft net een zware chemokuur achter de rug. Helaas is er een kans van 8 op 10 dat dit niet haar laatste chemo zal zijn. En net als iedereen van ons is Ann uniek. Akkoord? En toch behandelen we elke vrouw met eierstokkanker nog steeds op dezelfde manier. Wanneer ik spreek over kankerbehandeling, dan denken we meteen aan chemotherapie en de vervelende bijwerkingen hiervan. Maar dankzij nieuwe, meer doelgerichte therapie kunnen we met enkele pilletjes per dag deze agressieve ziekte langer onderdrukken. Niet alleen wordt deze therapie beter verdragen, we kunnen ook de tijd tussen chemotherapie verlengen en hebben meer kans de ziekte definitief te overwinnen. Alleen werkt deze behandeling slechts bij de helft van onze patiënten. En het probleem is, we weten vooraf niet bij wie. Wel, hiervoor ga ik in mijn doctoraat op zoek naar foutjes in het DNA. Waarom? Bij eierstokkanker kunnen namelijk de kankercellen blijven groeien door foutjes in het DNA steeds opnieuw te herstellen. Hoe meer foutjes in het DNA, hoe kwetsbaarder de kankercel is voor extra schade. En daarom ga ik in mijn onderzoek de foutjes in het DNA een score geven. We noemen dit de HRD-score. Wanneer een kankercel hoog scoort, kunnen we met het pilletje ervoor zorgen dat deze een foutje in het DNA niet langer herstelt. De kankercel zal dus afsterven. Door te kijken naar een staaltje van kankercellen weggenomen bij Ann, kan ik het aantal foutjes in het DNA opsporen. Zo kunnen we voor start van de behandeling al bepalen of deze ook effectief zal werken en of we misschien een beter alternatief moeten zoeken. Zo kunnen we een unieke patiënt zoals Ann koppelen aan een effectieve behandeling en behandelen we niet langer iedereen op dezelfde manier.